mensen. Een ijsje eten, super lekker. Maar er zijn ook irritaties. Dit zijn 10 irritaties in een ijssalon. Waarom is het hier zo druk? Oh, omdat er een kortingsactie is. Het tweede bolletje ijs is gratis. Oh, nice. Nou ja, het gaat alleen om boerenjongensijs. En ik bedoel, wie vreet dat nou? Hé, hey, ik ben gek boerenjongens. Waar het meisje? Wat wil je graag op je waar het ijsje? Ja, ik ga echt helemaal mee met de tijd, hè. Ik vind alles super leuk. Super gaande. TikTok. Ja, echt leuk. Goed, wat wil je? Nou, ik kon het net niet zo goed zien, dus ik wil... Doe mij maar... Ijsje. Zou je alsjeblieft snel een keuze willen maken? Het is erg druk vandaag en dat komt doordat we een speciale actie hebben met boerenjongensijs. Ja, iedereen is er dol op. Duurt lang! 2 grote boerenjongens graag. Een bakje of een horentje? Oh, maar dat doet. Als we meekrijgen op de trekker. John Deere, dat is mijn merk. Lekker rustig vandaag. Ja, vind je dit gek? Het is buiten ijskoud. Bijna net zo koud als mijn eigen ijs hier. Mensen die nou ijs halen zijn knetterijsgek. Bedankt. Ik wil graag een aardbeienijsje. Aardbeienijs? Wil je dat in een bakje of een horentje? Horentje. 1 bakje voor mevrouw. Ik zei horentje. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar die heb ik vandaag niet. Horentjes zitten in een verpakking van 30 stuks en dat ga ik niet openmaken, want daar heb ik niet genoeg klandizie voor. Nou, dan laat maar. Wat? Nee, wacht. Wel, ik bedenk wel wat. Ogenblikje. Kijk, een horentje. Ja, mijn dochter is vandaag jarig. Oké, ja, ze moest wel even huilen, maar dat kan er ook mee te maken hebben dat het elastiekje tussen haar tanden bleef hangen toen ik het van haar kop aftrok. Maar goed, we hebben een horentje, kijk eens. Alsjeblieft, mevrouw, smakelijk. Dankjewel. Top, dankjewel. Als je het feesthoedje nog wel kan terugbrengen morgen, dan zou dat fijn zijn, want mijn zoon is volgende week jarig. Yo. Wat het meisje! Ik kom het feesthoedje terugbrengen. Oh, dat is niet meer nodig. Oh, ander feesthoedje gekocht? Nee, mijn zoon leeft niet meer. Grapje! Wat een raar grapje. Nou, nu je er toch bent, wil je dan niet even lekker een ijsje? Nee, ik heb geen geld bij vandaag. Wat zuur. Ik weet het. Oh nee, ik bedoel dit citroenijs. Mijn vrouw heeft dit gemaakt, maar ze heeft volgens mij niet door dat ze er 10 citroenen in heeft geflikkerd. Echt, het is bijna net zo zuur als haar karakter. Nou, ik ga weer. Een ijsje, wacht! Wil jij het anders even proberen? Want ja, mijn smaak is gewoon niet meer hetzelfde sinds ik... Sinds je corona hebt gehad. Ja, ik hoor dat van meer mensen. Nee, sinds ik getrouwd ben. Echt, ik kijk tegenwoordig zelfs SBS6. Maar hier, gewoon even proeven. Het is gratis en voor niets. Zeg het maar, is het zuur? Ah ja, dat dacht ik al. Hallo. Zo, jij houdt echt van ijs, hè? Zeker, hè? Ijs is fantastisch. En gezond, want eigenlijk is het gewoon koude melk. Ja, heel gezond. Nou, dit is mijn dochter Lotte en die gaat je vandaag assisteren. Oh, wat leuk. Hoe oud ben je, Lotte? 9. Ja, ijsverkoper wordt hier al met de ijslepel ingegoten, hè? En het is ook nog eens een super goedkope kracht. 2 euro per dag, dat kost niks. Wil je een ijsje? Oh, ja, zeker, lieve dame. Doe maar een bolletje hazelnoot en aardbeienijs. Hazelnoot en aardbeienijs. Ja, wat doe jij nou? Ik vroeg om hazelnoot en daarna aardbeienijs. En nu heb je de smaken verkeerd om door elkaar gedaan en dat is hartstikke ranzig. Ja, dat heeft een punt. Je bent ontslagen. En terecht. Sorry, excuseer. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U krijgt een extra gratis bolletje. Wat kan ik voor u betekenen? Oké, dan doe maar hazelnoot, aardbeien en Bacardi Lemon. Hazelnoot, aardbei en Bacardi Lemon. Ja, dat is goed. Wat doe je? Oepsie. Ik wil graag een bolletje aardbeienijs. Een bakje of een horentje? Horentje. En liever geen feesthoedje dit keer, want die smaakte nog wel naar karton. Zo. Dat was het? Ja, doe nog maar een bolletje pistache. En yoghurtkersen. En bosvruchten. En citroen. En mango. En kiwi. En bramen. En yoghurt aardbeien. En vanille. En ananas. En kersen. En framboos. En aardbei. En banaan.
en vanille en ananas en M&M en meloen. En dat was hij. Zo, nou, geniet van je ijsje. Of ja, ijs. Denk je niet dat het een beetje te klein hoorntje is? Ach wel, nee, stel je niet zo aan. Dit gaat prima. Maak je dat ook even schoon? Dat kan toch niet? Daar staat de bezem. IJsje, wie heb je vandaag meegenomen dan? Rick. Ah, is Rick jouw vriendje? Nee. Natuurlijk niet. Kijk naar hem, daar kan ik toch helemaal niks mee. Nou Rick, jij bent zo te zien een echte SpongeBob-ijsliefhebber, of niet? Hé, hey, ja, dat klopt. Hoe weet je dat? Tja, je bent een ijsverkoper of niet, hè? Ja, die wil ik graag en dan wil ik nog ananas-ijs. Want daar woont SpongeBob in. SpongeBob-ijs dus? En ananas-ijs. Kijk eens, alsjeblieft. En jij je ijsje? Doe mij mijn bananen-ijs. Kijk. Alsjeblieft. Ah, tartaarsaus! Zou SpongeBob zeggen. Ruim je dat nog even op, of niet? Daar staat de bezem. Hé, hey, is jouw zaak. Is risico van het vak, man. Hé, hey, ijskerman. Hallo, SpongeBob ijsvreter. Oh, dat je dat nog herinnert. Ja, wat wil je? Ik lust wel 2 bolletjes SpongeBob ijs, alsjeblieft. En heb je ook Patrick en Octo ijs? Nee. Mooi, want die lust ik niet. Een bakje of een hoorntje? Bakje, alsjeblieft. Zo, dat is dan 6 euro alsjeblieft. 6 euro? Maar ik heb maar 2 bolletjes. Oh, 2 bolletjes. Er zit ook flink wat hazelnoot-ijs bij. Hazelnoot? Maar ik ben allergisch voor hazelnoot. Ja, waarom bestel je het dan? Ja, dat heb ik niet besteld. Ja, wel, dat kan ik je zo laten zien. Nou, bewijs dan. Hier, ik heb de camerabeelden. Ik lust wel 2 bolletjes SpongeBob-ijs. En hazelnoot-ijs. Hier, zie je? Oh, sorry. Je hebt gelijk. Ja, ik dacht altijd dat ik allergisch was voor hazelnoot. Blijkbaar niet. 6 euro, zei je? Ik heb dat volgens mij wel gepast. Hier. Dankjewel. Wat het ijsje! Het is dat je lekker ijs hebt, anders kwam ik hier niet meer. Wat kan ik voor je betekenen? Doe maar een bolletje chocoladetruffelijs, dat is mijn favoriet. Ei, die is op. Bolletje stracciatella, dat is mijn op 1 na lievelings. Ook op. Vanille? Op. Cookie dough? Op. Kiwi? Op. Banaan? Op. Bosvruchten? Op. Crispy toenail? Op. Ha, daar heb ik je. Dat was een instinkertje. Dat verkoop jij helemaal niet. Oh, jawel hoor. Oh. Maar wat heb je dan wel? Het enige wat ik nog heb is boerenjongensijs. Heerlijk! Oh, nee. Zo, doe mee maar 2 bollen en een bakje. Voor op de trekker is handig, hè. Jong meer. Dat is mijn merk. Dankjewel. Alsjeblieft. Hé, hey Marit. Wat leuk om jou hier te zien. Wat doe jij hier? Een ijsje kopen. Nou, dat is toch ook toevallig? Ik ook. Oh, en dat in een ijssalon. Hoe is het met je? Hey, hebben jullie het druk? Nee, gaat wel goed. Met jou? Ja, met mij is het eigenlijk ook wel goed. Maar pap, hè? Pap heeft zo'n last van zijn voet. Vorige week heeft hij met een marathon meegedaan. Je kent pap, hè? Klunzig gast die is. Hij is keihard gestruikeld over een kiezel. Nou ja, een kiezel. Eigenlijk meer een zandkorreltje. En wat denk je? Al na 10 meter. Hij heeft weken lang getraind. Allemaal voor niks dus. 42 kilometer. Maar ja... Het is eigenlijk ook maar goed ook, hè, want dat had hij natuurlijk nooit volgehouden. Dat mag ik niet zeggen, hè. Dan denk ik het maar. Ja, nou, hey, ik ga even snel een ijsje kopen, want ik heb haast. Nou, lekker genieten, hè, van je chocolademelk. Ja, dank je. Nou, wij zien elkaar echt vaak, hè? Je zou bijna kunnen zeggen dat we familie zijn. Als Kaart in de familie zit, liever niet. Wat kan ik voor je betekenen? Doe maar chocoladetruffel. Hé, die heb ik nog. Nog iets anders? Kaneelijs. Heb ik ook. Toevallig ook nog interesse in lekkere boerenjongensijs. Erg populair. Nou, nee.
dat hoeft niet. Dit was het wel. Doe maar in een horentje. Zo, kijk eens aan, alsjeblieft. Waar is het ijs? In het horentje. Is het lekker? Ja, als je van lucht houdt wel ja. Ik ga je weg. Dit is de laatste keer dat ik hier ben geweest. Wat een afzetterij. Ja, dat zeg je nu en morgen sta je hier weer. Nee, want dit is het einde van de top 10. Later, ijsko loser. Ruim je dat wel even op? Ruim je dat wel even op? Daar staat de bezem! En we hebben vandaag een speciale actie met boerenjongensijs. Vandaar dat het zo druk is. En nu lul ik mezelf helemaal krom. Ik doe het even opnieuw. Komt ie weer. Tartaarsaus! Sorry, maar ik had het niet verwacht dat hij... Oh mijn... Nee, dat had ik ook niet verwacht.